deze morgen. Ik ben nog niet wakker, ga je ook niet, dat zie ik er vallen. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is maandag 13 augustus, het is bijna 10 uur. We staan op locatie van waar we dus onze gesprek hebben. Ik ga nog geen reclame maken, want ik weet niet of het kan en mag van hun. Dus ik heb wel even een heel klein stukje laten zien net. Maar ik zou zeggen heel veel kijkplezier, want ik weet niet, ook niet of we binnen mogen vloggen. Dus. Maar daar gaat het wel ook over voor onze bruiloft. Ja, het is nu alweer bijna 1:15. Ja. Hij schat. Hey. Gaat ie? Ja, dat is even druk, even spannend. Voor wat? Voor van alles en af wat. Van wat? Voorbereidingen voor van alles en af wat. En de lijsten samenstellen en dingen regelen, et cetera. Dus het is even veel, maar dat is niet afgerond. Rust in de tent. Ja. Dan krijgen we volgende week ergens een offerte. Ja. Heb ik gehoord. Een tweetal, hoop ik. En dan moet dat goed komen. Mm-hmm. Hoop ik toch. En dan straks even weer naar je ouders? Ja, gezellig. Even bijbotten. De hele tijd niet meer gezien. Om anderhalf week of zo. Zoiets, ja. Ik weet niet precies. Dus dat wordt wel weer gezellig. Wordt weer gezellig. Het is nu een beetje druilerig weer, maar dat komt wel goed. Ja, het regent een beetje. Goed voor de tuin. Precies, hoef niet te sproeien. Nee, ook dat. Ja, ik zou jullie op de hoogte houden over het verhaal buikbandcorrectie. Ja. Ja, ik heb nou net dus weer gebeld en naar mijn zorgverzekeraar. Ja. En ik heb nu dus een nee gekregen. Daar laat ik het dus niet bij zitten. Nee. Ik heb alweer een afspraak met de arts. En dan gaan we een bezwaarschrift indienen. Dus even kijken of dat gaat helpen. Ja of nee, dan ben ik zo beter. Dus dat gaan we even bekijken. En Maar ja, dat heb ik al gezegd. Ik ga gewoon uit van een nee. En dan zien we het wel. En als het zo druilig weer blijft. Mijn trouwen gaat wel door of ik nou mijn buikwandcorrectie krijg of niet. En ik ga er ook uit van niet. Nee. Want en met mijn operatie heb ik ook eerst een nee gekregen. Dus ja. Oh, ja. Wat zei ik nou? Volgens mij zei ik het een beetje fout. Maar. Hè? Ja, met mijn andere operatie, met mijn maagverkleining, heb ik ook eerst een nee gekregen. Toen moest ik ook aan alle eisen voldoen en dat heb ik toen gedaan en toen kreeg ik het wel. Dus ja, dus we gaan er gewoon voor proberen en zo niet helaas pindakaas. En dan ga ik gewoon lekker zo, toch lekker en door het leven ook prima. Ik leef al zo, dus waarom ook niet zo blijven leven? Helemaal prima. Dus ja, komt helemaal goed en ik hou jullie gewoon op de hoogte. Of een wel, of een nee. Dus ja. Ja, en toen is het alweer 3 uur. Gaat hard. Nou, we zijn eventjes bij Roos' ouders geweest. Heel goed gesprekje gehad. Eigenlijk gewoon over koetjes, kalfjes en buikwandcorrectie, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ja. En over de bruiloft weer even wat dingen besproken. Dus ja. En ik heb een beetje pijn in mijn onderbuik. Ik weet niet wat ik heb. Het is gewoon auw. Met lopen doet het zeer. En ik ben al ongesteld geweest. Oei. Maar dat maakt niet uit. Geef niet. Emma doet gewoon zeer. Waarschijnlijk spanning, stress, alles. Dus deze deur die gaat er zo meteen uit. Die ga ik er zo meteen even uit beuken. Wat? Piep. Dus, ik heb net even hier al lekker gestoelzuigen. Kijk, daar zou je Ro hebben. En, heb je het gelukt? Mooi, mag ik dat even vloggen? Oh. Kijk, dat er even vanaf. Ja, die is prima. Gewoon even, die is prima. Hi. Hi. Hou maar even deze vast. Ja. En kijk uit dat die niet wazig wordt, hè. Hallo, deze. Ik kan zelf wel dingen doen, hoor.
Dat maakt niet heel veel uit. En als dit niet werkt, dan pak ik wel een... Vrouwen kennen nog wel eens wat hoor. Toch wel. Ja. Hij is nog bezig buiten met en met bakken. Brede opening nu. Lekker? Ja. Wist je niet, hè? Nee. Nee, maar nou wel. En dan knal ik hem er zo hier weer in. Deze dingen. Het is geen ponen, maar dan weet ik wel... Die waren het. Nou, dat niet, maar... Dat is juist ook weer voor je eigen veiligheid, omdat je niet ergens achter blijft haken. Zo. Dat heb je al vaker gedaan. Ja. Ik wel. Heerlijk. Een mum van tijd eruit inderdaad. Ja. Met spijkertjes en met hamer. That's it. Even kijken hoor. Ik begin dus hier. Oosterbeek, ja. Oosterbeek, hier heb je dan de dierenambulance. Dan heb ik hier al die huisje, et cetera. Mm-hmm. En ik heb nou één, dus ik moet daar naartoe. Ja. En dan loop ik dus eigenlijk weer terug, dan ga ik hier langs. Ja. En dan zet ik mijn fiets hier dus neer. Dus zo. En dan doe dat smalle fietspaadje. Ja, hier ook, ja. Hier langs.
Ja, oké. Okay. En dan tussen die... Hier tussendoor. En dan zet ik dus mijn fiets hier neer. Ja. Nou, en dan loop ik naar de overkant. Doe ik dit. Ga ik daar naartoe. Dan ga ik weer terug. Ja. En dan zet ik mijn fiets hier neer aan de zijkant. Ja. Dan loop ik helemaal weer terug. Dan ga ik deze kant op. Ja. En dan doe ik even hier al een deel. Ja. En dan laat ik mijn fiets dus hier staan. Ja. Dan loop ik weer terug. Dan knal ik mijn fiets hier neer. Ja. En dan doe ik dit. En dan ga ik daar naartoe. Oh, oké. Okay. Hier doe ik dus achteruit en weer zijn. Ja. Oh, oké. Okay. En dan pleur ik mijn fiets helemaal hier neer. Ja. Ja. En dan begin ik dus eigenlijk hier tot daar. En dan loop ik eigenlijk weer schoon zo schuin weer terug. Zijn er die huisjes of is dat ergens anders? Wat? Ergens zijn van die huisjes. Ja, nou dat zit als deze. Oh, dat zit daar, oké. Okay. Maar dan loop ik dus schuin terug en naar mijn fiets. Dan pak ik dus de van terecht. Ja. En dan doe ik dit. Dan doe ik eventjes een stukje Breitenlaan, hiero. En dan loop ik weer deze kant op, de even kant. En dan heb ik mijn fiets hier alweer. Dan ga ik naar de overkant, hier. Zet ik mijn fiets hier neer. Mm-hmm. Loop ik weer naar de overkant, oneven kant. Even kant, deze kant terug. Laat ik mijn fiets hier staan. Ga ik hier doen. En dan daar naartoe. Hier al. En dan heb ik hier weer mijn fiets. En dan ga ik hier naartoe. Pleur ik hier mijn fiets neer. En dan loop ik allemaal weer daar naartoe. Die kant op. En dan ga ik weer op mijn fiets hier naartoe. Knal ik mijn fiets hier eigenlijk. Of ik ga gewoon met mijn fiets mee. Want het is soms heel weinig nu, ja, omdat het zomer is. Dus ik dan neem me met mijn fiets mee en dan hier ook. Oké. Dat is eigenlijk vele malen makkelijker. Ja. In plaats hier ook eerst beginnen en dan die kant. Want omdat dit eigenlijk heel vaak veel is. Ja. En dit is vaak veel, dus ja, dan begin en dit is vaak veel, dus dan is dit al weg. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus dan begin ik eigenlijk daar. Oké. Okay. Ja. Ik was even een beetje verdrietig vanavond, maar dat heb je ook eenmaal, helaas. Maar het gaat nu weer goed. Het is nu 2:01 in de nacht. Ik ga deze vlog afsluiten. Ik ga zo lekker naar bed en morgenochtend weer vroeg uit. Ik zou zeggen, ook namens Ro, dank jullie wel voor het kijken. Ik zou zeggen, abonneer even op ons kanaal. Doe vergeet het blauwe duimpje niet. Laat even een leuke reactie achter. Deel onze Facebook, YouTube kanaal. Zo. En dan zouden we zeggen, dank jullie wel voor het kijken en tot morgen.